Yo, VacoGamers, Lassie hier. Welkom terug bij meer Minecraft Survival hier op VacoGames. Gisteren 3000 freaking groene duimpjes. Ik lag gisteren in mijn bed. Ik dacht van, weet je wat? Ik ga nog eens even kijken wat ze nou eigenlijk gedaan hebben qua duimpjes. 3000 jongens. Super, super, super bedankt. Houd het er lekker in. Kunnen we lekker doorgaan met deze serie. En ik ben natuurlijk hartstikke blij. Dat is natuurlijk iets wat we allemaal willen. Yay! Nee, dat valt allemaal best wel mee. Wat we nog meer willen voor vandaag is deze farm waar ik de vorige keer mee bezig was. Die moet nog een beetje groeien. Kijk, er moeten daar nog een paar dingetjes omhoog komen. Hier moeten nog een paar pompoenen komen. Hier moeten er nog een paar komen. Die kan toch wel aan deze kant groeien, of niet? Dat kan best. Dat is helemaal geen probleem. Wat ik vandaag wil doen is opnieuw die mine induiken. En niet de mine daar. Die hele grote mine waar ik de vorige keer was. Maar de mine hier. Want die had ik dichtgemaakt per ongeluk. En dat was niet zo heel slim. Want hier zat natuurlijk ook nog ijzer in. En ik heb echt veel te weinig ijzer. Dus dat moet ik meer hebben. Waar was die mine ook alweer? Een beetje hier geloof ik. Kijk. Huppakee. Dan ga ik hier eens eventjes een beetje minen als een baas. Heb ik nog zo'n ding? Ja. Ik heb er nog 7. Dat is te weinig. En dan weet ik dat hier nog een beetje ijzer zat. Hopelijk is dat meer dan 3. Dat zal wel lekker zijn. 4. Wow. Doe maar deftig. Hey. Maar kijk, dan heb ik tenminste weer een beetje ijzer. Dat heb ik nu echt te weinig. Ik wil binnenkort ook een armor maken. Zodat ik nog dieper een mijn in kan gaan. Ga dieper. Nou, sorry. Dat was heel fout. Hier kan ik eigenlijk... Ja, ik kan hier wel gaan mijnen, maar... Ik heb alleen dat ijzer, daar kwam ik eigenlijk voor. Dus ik kan eigenlijk wel weer weg. Want in die andere plek... Daar zat ook nog ijzer. Dat heb ik ook allemaal laten zitten. Dat kreeg ik ook nog op mijn kop. Van... Er zit allemaal ijzer. Oké, gaan we daar toch naartoe. Wat jullie willen. Jullie feestje. Hoppakee, zo. Dus hebben we dat weggehaald. Misschien dat het beter is als ik het eventjes in mijn... mijn aardappels zijn ook bijna klaar. Deze aardappels doen alsof ze wortels zijn trouwens. Dat is een beetje vreemd. Misschien hebben ze een persoonlijkheidsstoornis. Dat ze naar de psychiater moeten binnenkort maar eens een keertje. Want aardappels die denken dat ze wortels zijn... Dan krijg je echt problemen mee in de hutspot. Dan heb je straks alleen maar wortels of alleen maar aardappels. En dat is natuurlijk niet lekker, hè. Jij... Oeh, brick. Oh, dat had ik ook nog. Jij kan daarin... Kan ik ook meteen wel even bekijken of ik daar nog wat mee kan fixen. Dat was toch 4 op een rijtje, zo. Wow, 13 of 16 van die dingen. Dat schiet op. Als ik daar een mooi huisje mee kan bouwen, dan weet ik het ook niet meer. 30 bricks. Ik stop ze voorlopig eventjes hier weg. En dan ga ik binnenkort op zoek naar meer van dat soort spul. Want dat ligt vast wel ergens. Gewoon een beetje daar of zo. Kip. Hou nou op met ei spelen. Of met ei spelen. Met één spelen. Ik ga binnenkort wel op zoek naar meer klei. En dan ga ik proberen om voor dit huisje een mooi huisje te bouwen met uiteraard een groter kippenhok. Er zijn ook heel veel mensen van, Lars, je moet meer voor je kipjes zorgen. Dat weet ik, kipjes hebben hier ook helemaal geen mooi hok. Maar het moet eventjes, want het is voorlopig nog even aanknijpen. Oké, dan loopt hij weer. Hoppa. Hier zit allemaal kool, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar dat heb ik eigenlijk allemaal helemaal niet nodig. Zo. Hoppa. Dan gaan we gewoon eventjes een stukje deze kant op. Kijk, hier zit zomaar ijzer. Dat ben ik gewoon helemaal vergeten. Had ik allemaal mee kunnen nemen. Wat een sick idee. Gratis ijzer. Het gaat nog die keer... Oh, nice. Dit is een goede ijzersource. Daar heb ik tenminste wat aan. Hé. Dat is beter. Hier nog meer. Dat is beter dan al die stukjes met ijzer waar maar één ijzerblokje zit. Wat heb je daar nou in godesnaam aan? Denk je ijzer gevonden te hebben, dan is het maar één zo'n blokje. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè. Spel. Oh shit, ik heb mijn zwaard niet in mijn hand. Kom hier. You must die, mofo. Oh ja, technisch gezien. Ben je natuurlijk al dood? Hier is ook nog ijzer. Auw. Hey. Ik had het tegen dat zombie geval. Niet tegen jou. Oh, jij mag ook wel dood. Watjes. En een pijlenboog. Hey. Ik moet gauw eten. Heb ik eten meegenomen? Wat voor randebiel ben ik? Ik ga minen zonder eten. Come on, Lars. Even je hoofd erbij houden. Even normaal blijven doen, gozer. Nou, het geeft me wel even de kans om dat ijzer weer terug te brengen. Dat stelt me dan weer gerust. Even wat eten halen en dan gaan we weer terug naar binnen. Ik ben echt de meest onvoorbereide survivaler die er ooit is geweest. Nog één stukje, dan kan ik hier straks gaan oogsten. Dat is nice, dat is lekker, zoals het wezen moet. Een heel bekend spreekwoord. Absoluut. Godsamme, survivalen zonder eten. Mijnen zonder eten. Ik ben toch niet een oude opa die geen eten nodig heeft, omdat hij gewoon op wilskracht doorgaat. Ik heb gewoon eten nodig. Dit. Gaat daarin.
Jij. Jou heb ik nodig. Eten. Oh, ik heb nog meer scheppen. Oké, perfect. Een paar fakkeltjes misschien is wel handig. Als ik er nog toch ben. Die gaat... Nee, niet van trampetjes Lars, gewoon van die. En dan die. Hup, stick, kool. Nee, andersom. Het is geen... Nee, zo. Torch, zo, hotse vlot. Wat meer gedoe. IJzer, dat dump ik eventjes hier. Gewoon puur voor de beveiliging. Stel even voor dat ik het kwijtraak, dan ben ik in ieder geval niet al mijn zorg kwijt. Eten. Nee, niet de deur dicht doen. Nam. Zo, hebben we nog 4 van die dingen over. En dan kom ik eraan, hoor, mijn. Jij weet niet wat je overkomt, beste mijn. Want een echte boer die heeft ijzeren spullen, hè. Die gaat niet met een stuk steen rondlopen, dat is natuurlijk niet stoer. Hup, hoppa. Zo, hoppakee. Graven, klop, 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 klop. Pak hier nog bij. Dan neem ik het gewoon even mee. Wil erbij. Dan niet. Dan niet hoor, als het niet mag. Dit kan ik wel meenemen. Dat is wel mooi. Maar waar spande dat beest nou net? Daar, hè? Maar uitkijken dat ik niet weer een pijl in mijn aars krijg, want dat doet behoorlijk pijn. Dat doet auw en zo. Maar... Stomme skeletten. Scheidbeesten dat zijn. Hey, nieuwe opening. Kijk nou eens eventjes. Het gaat hier gewoon nog veel verder dan dat ik al dacht. Fakkeltje. En nog meer ijzer zag ik daarnet, maar ik moet eerst eventjes licht neerzetten. Stel je voor dat er allemaal weer enge beesten komen. Dat kan ik natuurlijk niet gebruiken. Daar nog meer ijzer. Perfect. Super goede grot. Uh-oh. Hoi, buddy. Sterf. 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 Goed zo. Brave creeper. Overal licht hier. Nog meer ijzer. Hopelijk loopt het dood hier. Als het waarlijk zo meteen. Nee, tuurlijk verloopt het niet dood, Lars. Zo. Dit is dus echt mijn als een baas. Daar zit nog ijzer. Dit loopt dood, denk ik. Nee hoor, tuurlijk loopt het niet dood. Waarom zou het ook doodlopen hier? Waarom? Oké, hier loopt het wel dood. Mooi. Ik zou zeggen, loot hem maar. Nou, moet het toch zijn. Kan ik alles meenemen. Dat gaan we uitzoeken nu we er toch zijn. Kan ik dit niet beter met stenen pickaxe doen? Stone hoe. Want mijn pickaxe is bijna kapot. Ik heb niet zo'n hele sterke pickaxe meer. En straks kom ik dan bij het ijzer en dan kan ik het niet meer kapot slaan omdat het mijn pickaxe kapot is. Dat zou een slechte planning zijn. Maar ik kan met al dit kool kan ik natuurlijk wel een beetje ijzer smelten en gewoon weer een nieuwe maken. Ik heb hout bij me toch? Ja. Dan kan ik gewoon weer een nieuwe maken, dat is geen probleem. Dit is echt zo'n grot waarvan je zegt van... Hier kan ik voorlopig eventjes wat zooi uithalen. Check al die kool. Dat wordt een barbecue voor iedereen. Lekker, hupsakee-dee. Zo. Kool, kom mee. Jij bent van mij. Je bent van mij. Eigenlijk moet ik dit ook meenemen, dit gravel. Wat heb ik nodig voor mijn farm? Komt u maar, Mr. Gravel. Bijna iedereen zou gravel laten liggen. Ik heb het nodig, dus ik neem het mee. Oh god, dat diende als stop. Zo. Dicht met dit ding. Het is hier geen bad dat leeg moet lopen. Ik neem ook niet alles mee hoor, gewoon een beetje. Die farm hoeft ook niet gigantisch te worden. Het hoeft geen Russische gulag te zijn. Maar het moet wel een beetje groter worden. En daar heb ik natuurlijk een mooi paadje voor nodig. Het oog wil ook wat. Ik kan niet alleen maar met lelijke dingen aankomen. Het oog wil ook wat. Dus ik wil wel een mooi paadje hebben. En nou, nou ik er toch over nadenk. Mensen vroegen me gisteren van wat is jouw texture pack? Dit is John Smith Legacy voor de mensen die hem ook willen hebben. Moet je wel eventjes downloaden ergens. Ik weet niet precies waar. Moet je even intypen op Google. John Smith Legacy. En als het goed is kom je er dan precies uit. En dan kan je deze ook krijgen. Want mensen die speelden dus blijkbaar nog met de normale Minecraft. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat is jouw texture pack? Want ik gebruik deze. Maar ik weet ook dat heel veel mensen hele andere texture packs gebruiken. Dus mocht jij een texture pack gebruiken... Welke? Ben ik wel benieuwd naar. Ik denk dat ook heel veel mensen John Smith pakken. Gewoon omdat hij qua looks een van de betere is, vind ik. Maar bijvoorbeeld Project Minecraft, ja, die gebruikt weer hele andere texture packs. Dat ziet er weer heel anders uit. Wat ook weer wat heeft. Dus ik ben heel benieuwd. Gooi het maar in de reacties neer. Laat ik eens even kijken of dat er nog wat interessants tussen zit.
En misschien dat ik binnenkort ook wel een ander texture pack neem, weet ik veel. Maar ik speel eigenlijk al, ik denk... Nou... Anderhalf jaar met deze? Als die anderhalf jaar bestaat, behoorlijk lang al hoor. Ik weet niet zeker of het anderhalf jaar is, maar behoorlijke tijd. Gewoon omdat ik een baas vind. Ik vind het gewoon super stoer. Ik vind het originele texture pack van Minecraft... Waarom updaten ze die niet? Waarom niet gewoon de originele Minecraft al mooi maken? Waarom een lelijk spelletje maken? Dat is toch raar? Ik bedoel, als je de originele Minecraft kan krijgen... en je kan dit krijgen, dan heb ik liever dit dan de originele Minecraft, hoor. Serieus. Het originele, het is mooi. Voor het idee, maar verder is het ook echt helemaal niks. Ja, kijk, hier zitten we ijzig, hè? Vier ook nog, mooi. Geef me mee. 1, 2, up. Heb ik hem nou meegenomen? Ja, denk het wel. Ja. 12. Perfect. Ik ga terug naar de ingang. Anders ben ik zo meteen mijn ingang kwijt. En dat is ook niet de bedoeling. En er zat ook nog... hier, juist. Kijk. Zouden dit nou twee verschillende vines zijn? Nee, helaas niet. Balen. Ik dacht, er zitten twee van die iron ore lijntjes naast elkaar. Kan ik het in één keer meenemen? Maar nee hoor, Minecraft moest weer scumbag zijn. Zo. Dit meenemen. Hupsakee idee. Hoeveel heb ik er nou? Qua ijzer? 16. Ik dacht toch echt dat ik er veel en veel meer zou hebben, joh. Oh, hoi. Wat denk jij? Ik ben een octopus en ik ben een onderwater octopus. Een ondergrondse octopus. Ja, dat moet je helemaal zelf weten, buddy. Maar het ziet er echt niet uit. Kom maar lekker naar beneden zwemmen. Ik leg hier wel een riviertje voor jou. Zo. Waarom moet ik zo nodig die rivier slopen? Als ik dat water nou stop, hè? Gaat die octopus dan dood? Als ik dit gewoon dicht stop? Ga jij dan dood of niet? Jee, octopus op het droge. Oh my god. Sorry, Mr. Octopus, maar het moet eventjes. Spijt me zeer, maar ik heb geen zin in octopussen in mijn grot. Dat vind ik raar en overbodig. Daar zit nog ijzer. En ik heb misschien ook nog wel een ander plekje gemist hoor, qua ijzer. Maar dat is allemaal best. Ik kan nu eenmaal niet alles meenemen. Jullie hebben ongetwijfeld nog meer ijzer gezien. Jullie hebben daar ogen voor dat we niet weten. Altijd als ik wat mist, dan hebben jullie het in de gaten. Wat handig is natuurlijk. Ik kan eigenlijk ook daar wel even naar boven. Oh, een Enderman. Godzimikje, wat is hier allemaal weer? Gaat hier allemaal nog door? Holy spetterpoep met stukjes pinda, walnoot en eikeltjes. Wat is dit toch allemaal, joh? Wil allemaal hebben. Wil alles. Ik moet binnenkort ook eens op zoek gaan naar diamanten. Gewoon voor de lol. Gewoon omdat ik vind dat je diamanten moet hebben tijdens je 8e of 9e aflevering. Ik doe nu echt al 10 afleveringen langs een beetje. Of het is de 8e, maar ik doe echt al zo lang zonder diamonds. Wat op zich natuurlijk niet heel erg pro is. Een echte pro-miner, die heeft diamonds. Ga je nou daar lopen zitten? Och, jongen, houd toch op. Hier wordt er helemaal niet goed van. Ik ga naar huis. Ik ben zat, maar... Dit nemen we nog mee. Op de terugweg ben ik ook nog een aantal van die dingen langsgelopen namelijk. Zo, weer 4 erbij. Hier ben ik in geweest. Dus hier moet ik nog even een fakkeltje zetten voordat het geval dat het daar misgaat. Waar kwam ik ook alweer uit? Daar, denk ik. Kom ik hieruit? Ja. Zo, dan bouwen we hier ons als een malle omhoog. We zullen zien dat hier een of ander raar beest staat. Oh nee, een kip. Dat is toch geen raar beest. Oh, heilige kip. U stond natuurlijk op mij te wachten om mij tot mijn huis terug te brengen. Ga mee. Blijf je daar. Hij blijft daar. Oké. Okay. Kijk, dat is de echt zombie hangplek en creeper hangplek en... skeleton hangplek nummer 1. Waarom groei jij niet? Jij kan toch gewoon hier groeien, hoor? Wat is het nou? Jullie kunnen toch gewoon... Kunnen deze pompoenen daar groeien? Ja of nee? Jongens, laat het me even weten. Als het namelijk niet kan, dan moet ik... Je zou toch zeggen van wel, want hier kunnen ze niet groeien. Op het water. Hier kunnen ze niet groeien, dus je zou zeggen dat ze die kant op groeien. Raar. Ik kan dit binnenkort wel oogsten, dat is dan wel weer tof. Dat is wel weer baas. Dan heb ik eindelijk mijn eerste oogst. Ik moet er echt fakkels neerzetten. Ik word hier helemaal gek van al die beesten om me heen de hele tijd. Het is hier toch geen dierentuin? Come on. Hoe gaat het hiermee? 13. 30 er weer in. Dit kan erbij. Weet je wat? Ik doe deze dus minder. Zo.
23 call. Dit kan dan wel eventjes in dan. Eventjes in de dure dingen bak. Call. Hier had ik ook nog meer call. Waar dan? Daar. Zo, die daarin. Hatse flats. Wat hebben we nog meer? Eten kan ik er even uithalen. Ik moet echt een groter huis hebben, jongens. Het moet gewoon. Maar ik wil wel een beetje een cool huis hebben. Dus ik wil mijn huis van dit maken. Van bricks. Dus ik denk dat ik de volgende keer... Nee, ga nou weg. Ik heb geen zin in een stuk dirt in mijn huis. Ik denk dat ik de volgende keer op zoek ga naar klei. Hier in deze... Au! Hey, niet naar jou. Come on, ik zei tegen klei. Niet tegen zombies. Ik weet dat het heel leuk is en dat je jezelf hartstikke lekker vindt. Maar op dit moment even niet. Ik ga de volgende keer op zoek naar klei. Ik ga proberen om de volgende keer een groter huis te bouwen. Misschien dat dat niet meteen de volgende keer lukt. Maar dan wel de keer erop. Ik ben binnenkort natuurlijk ook weg. Ik ga proberen om zoveel mogelijk Minecraft afleveringen gewoon nog online te krijgen van survival. Ik weet niet of dat het elke dag zal zijn. Maar in ieder geval wel een paar keer per week. Doe vooral alsjeblieft nog een groene like als je dat nog niet gedaan hebt. Het helpt mij echt super. Ik hoop dat we vandaag weer richting de 3000 kunnen gaan. Zou super, super tof zijn. Ik zie jullie in ieder geval morgen weer terug hier bij Minecraft Survival. En dan gaan we op zoek naar klei voor ons huis. Mazzel!